Goedemorgen, middag of avond, in welke dag je ook kijkt. Dit is weer een les voor Fit en Vitaal. Vorige keer hadden we een full body workout, hadden we de benen, bovenlichaam, we hadden alles getraind. Met qua kracht. Nu gaan we het doen qua conditie. We gaan veel bewegen, lekker veel zweten. Veel intervallen zitten erin. Dus ja, het enige wat je nodig hebt is jezelf. Gewoon de ruimte voor jezelf. En een stoel weer. Je weet wat, waarvoor je die nodig is, denk ik, als je vorige filmpje hebt gezien. Waar we mee beginnen is gewoon heel rustig op je plek. Gewoon joggen. Yes, dus gewoon deze manier. Doe maar mee. Gaan we meteen starten. Om lekker eerst alles warm te maken. Ja, dit gaat goed. Kijk, het begin is altijd even erin komen, dus daar hoef je geen zorgen om te maken. Heel goed. 14 seconden, hou vol. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, gaan we over naar een zijstap en neem je armen mee. Yes, dus rechts en links. Rechts en links, prima. Goed, even alles warm maken, bovenlichaam, onderlichaam. Super, hou vol. Zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één. Heel goed, nu doen we zonder armen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Heel goed. Prima, oké. De danspasjes zitten erin bij jullie, dus dat kan ik zien vanaf hier. Gaan we vol. Lekker. Doen we zo meteen een stapje erbij. 5, 6, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, tap. 1, 2, 3, tap. 1, 2, 3, tap. 1, 2, 3. Prima. Dus drie stappen elke keer. 1, 2, 3. 1, 2, 3, hop. Gaan we erbij klappen. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3. Op de maat, hè. Probeer niet uit de maat te lopen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hou vol. 5, 6. 5, 6, 7. Gaan we marcheren op je plek. Zometeen stappen we voor en achter. Yes. 5, 6, 5, 6, 7, 8, voor, achter, voor en achter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Heel goed. Hou die pasjes onder controle, hè. Als je muziek thuis hebt, heb lekker de muziek aan. Kan je lekker op de maat van de muziek voor en achter bewegen. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Marcheren weer. Gaan we dit keer naar achter. Zometeen komt 1, 2, 3, 4. Yes. Blijf marcheren. 5, 6, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Heel goed. 3 stappen. 1, 2, 3, 4. Ga door. En terug. Heel goed, zet hem door. Super goed, hou vol. In 5, 6, 5, 6, 7, 8. Gaan we marcheren. Wat we nu gaan doen is je handen voorwaarts. En je gaat je knieën omhoog naar je handen toe. Yes? In 3, 2, 1. Start hem maar. Hop, hop. Breng je knieën omhoog. Prima. Heel goed. Van de zijkant hier er zo uit. Mijn handen zijn voorwaarts en ik breng mijn knieën naar mijn handen toe. En elke keer raak ik mijn handen. En door, kom. 5 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed. Let op. Doen we nu de jumping. Blijf in beweging. Hè? Niet stilstaan. Blijf in beweging.
Zo meteen komt de jumping jacks. Kan op twee manieren. Of springend. Of stappend. Yes, ik doe stappend voor. Je mag ook springen als je wilt. In 3, 2, 1. Komt ie. Heel goed. En breng je armen lekker omhoog. En terug. Boom, boom. En terug. Op. Terug. Op. Terug. En blijven stappen. Seconden, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed, heel goed. Let op, we hebben zo meteen 4 sprints. Yes, die sprints die duren ongeveer 10 seconden. En daartussen heb je 5 seconden rust. Yes, maak je klaar. 4, 3, 2, 1. Kom, op je plek, sprint, kom, 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, en rust. Dat was de eerste. Gaan we weer, in 4, 3, 2, 1, kom maar. Hoog tempo, hoog tempo. In jouw tempo. 4, 3, 2, 1, heel goed. Dat was de tweede, nog twee te gaan. Hou vol. In 3, 2, 1. En kom op je plek. Hop, 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 hop. 4, 3, 2, 1. En pak je rust weer. Nog één keer. 5, 4, 3, 2, 1. En ga weer. Hop, 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 hop. Heel goed. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Heel goed. Nou, ik ben nu denk ik wel warm. Mag je even wat drinken pakken. Eventueel je zweet wegvegen of als je gezweet hebt. En dan kan ik nog als het volgende onderdeel uitleggen. Oeh, warm hè? Ja, nu ben ik denk ik wel warm. Oké, let op wat we nu gaan doen. We gaan zo meteen een superset doen. En wat houdt een superset in? Een superset houdt in dat je oefening A en B achter elkaar doet. Yes? Ik doe eerst oefening A voor, daarna doe ik oefening B voor. Oefening A gaat als volgt. Je kijkt of je onderbenen tegen de stoel aan. Je gaat zitten en staan. Zitten en staan. En je zorgt dat je bovenlichaam rechtop is. Je blijft lekker omhoog kijken. Achterwaarts zitten en staan. En zorg dat je gecontroleerd gaat zitten. Ga niet helemaal naar achter zitten. Nee, zorg ervoor dat je jezelf gecontroleerd laat zakken en rustig gaat zitten en dan rustig gaat staan. Yes? Dat is de eerste oefening. Yes? Daarna, wat we dan gaan doen, is oefening B, die we net ook gehad hebben, is sprint op je plek. Yes? Oefening A, die doen we 12 keer. Sprinten op je plek doen we weer 10 seconden. Yes? Dat zijn ze. Nou, als je een stoel hebt gepakt, maak je klaar, dan gaan we beginnen. De eerste oefening, we zitten op de stoel, 12 keer. Klaar, 3, 2, 1, kom aan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ga vol, 8, 9, 10, 11 en 12. Ga maar op je plek. 10 seconden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oeh, pak je even hier eens. Adem neus in, mond uit. Neus in, mond uit. Even rustig aan. Gaan we over 20 seconden het rondje weer. Dus weer die 12 squats op de stoel en die 10 seconden sprints. 15 seconden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, komt ie, 12 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, laatste keer 12, 10 seconden, kom maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oeh, waarschijnlijk krijg je nu al warm. Wordt je nu al een beetje zwaar. Maar hou vol, drink een beetje wat. Veeg je zweet weg. Zometeen doen we het rondje nog één keer. Eerst nog één keer, dus maak je klaar. Oeh, even de conditie opbouwen. Hè. De conditie moet op peil blijven deze tijd. Dus dit zijn prima oefeningen om je conditie lekker op peil te houden. Gaan we over 10 seconden weer beginnen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, komt ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. 10 seconden, kom maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En pak je rust, pak je rust. Mag je weer lekker wat drinken? Mag de stoel opzij? Oeh. Ja, ja, deze is pittig. Heel goed. Even weer op tot adem komen. Ik geef even de tijd ervoor om even op adem te komen. En dan gaan we zo meteen over het laatste onderdeel. Yes, oké. Als je klaar voor bent, leg ik het volgende onderdeel even uit. Daarvoor heb je nodig een matje. Zoals deze. Of bij jou thuis, tapijt of iets anders. Wat ga je zo meteen doen? Let op, je gaat zo meteen in een plankpositie. Dat is oefening A. Op je knieën, mooie rechte rug. Deze positie ga je vast. En oefening B. Ja. B is hoge plank. En je tikt elke keer je linker en rechter schouder aan. Yes, je mag gewoon op je knieën. Je mag ook op de tenen. Dat mag ook. Allebei de oefeningen. Maar je mag zelf bepalen wat jouw niveau hierin is. Yes. Deze gaan we doen. 20 seconden oefening A, 20 seconden oefening B. Oefening A was de plank. Yes. 3, 2, 1, klaar. Tien seconden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed. Ga meteen door naar de volgende. Hoge plank, 20 seconden. En tik je schouders aan. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En je rust. Heel goed, super. Pak even je rust, begin zo meteen weer met de plank. Deze doen we ook 3 keer. Dus we hebben nu 1 keer gehad. Dus nog 2 keer te gaan. Je houdt wel vol, hè? Prima, ga lekker door. Gaan we weer in 3, 2, 1. Kom maar, gaan we weer in de plank. Plank is heel goed voor je onderrug, buikspieren. Dus je hele romp wordt hiermee getraind. Dus super belangrijk. Hou vol, kom maar. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed. Meteen door naar de volgende.
schouders aan. Kom maar. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Heel goed, heel goed, heel goed, heel goed. Oké, dat ging prima. Nog één keertje, dan zijn we klaar. Het is even pittig, maar we houden vol. 5 seconden, gaan we weer. 5, 4, 3, 2, 1. En kom maar, pakken we de plank vast. 20 seconden. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gaan we omhoog en gaan we meteen doen. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rust. Heel goed, mag je gaan staan? Adem je neus in. Mond uit. Neus in. Mond uit. Heel goed. Wat je nu gaat doen is je leunt voorover. En je pakt je linker onderbeen vast als je erbij kan. Of je linker knie. Hoe lenig je ook bent. Pak je rechtervoet vast. En je trekt je bovenlichaam naar je been toe. Heel goed. Ga je in een sumo houding staan. En met je onderarmen duw je je benen naar buiten. Dit is heel goed voor je liezen. 3, 2, 1. Prima. Mag je gaan staan? Stretch je bovenbeenspier door je rechtervoet vast te pakken. En duw je heup vooruit natuurlijk. Heel goed. Andere been. Heel goed, en dan pak je je elleboog achter je hoofd en je trekt hem naar links. Voor jullie rechts. Dus voor je triceps, je achterkant van je arm. Andere arm. Super, heel goed. Draai je om. Pak je rechter pols en je leunt met je hoofd naar links. Pak je andere arm en leun je hoofd naar rechts. Prima, heel goed. Pak je polsen vast, draai je even los, ook je nek. Waarschijnlijk hoor je nu alles kraken. Goed, 3, 2, 1. Perfect. Als laatste oefening doe je handen voorwaarts en een applausje voor jezelf. Super goed gedaan. Fit en vitaal, op conditie overleefd. Je kan niet afwisselen met deze twee trainingen, dus de ene keer kan je wat kracht doen na de vorige training. En deze training kan ook meer werken aan de conditie, dus kan je mooi lekker afwisselen. Hey, heb een fijne dag, be safe en de volgende keer. Doei!